Het is weer maandag, tijd voor een nieuwe video. En in de video van vandaag alle details en specificaties van deze Segway E110 SE Launch Edition. Laten we beginnen met de knopjes op het stuur. We kunnen switchen naar groot licht, dat geeft hij aan op het display, en we kunnen ook seinen. Nou, als we de richtingwijzer naar links doen, dan geeft hij aan naar links. En als we naar rechts doen, geeft hij ook aan naar rechts. We hebben hier de klaxon. En we hebben de cruise control knop. Verder hier hebben we hier een plus en een min knop. Als we op de plus knop drukken, dan verschijnt hier modus 2 en vervolgens modus 3. En dan schaal je op en af in snelheid. We hebben hier nog de alarmlichten en een startknop die multifunctioneel is. Want als je 2 keer op dat knopje drukt, dan gaat ook het zadel open. Als ik 1 keer op het knopje druk, dan verschijnt hier de snelheid. Nou, we staan stil, dus hij geeft nu uiteraard aan 0 kilometer. Maar met de zadeldetectiesensor, dus ik druk even op het zadel uit beeld, dan verschijnt hier ready in het beeldscherm en dan ben je klaar om te gaan. Ga je zeg maar staan, dan gaat hij automatisch weer uit. Snelheid, totale kilometerstand, de modussen. We hebben hier nog de tijd in beeld en hoe vol de accu is. En wat ook nog wel leuk is, is dat er een aantal kleurtjes veranderen op het display. En dat hebben ze heel erg grappig gedaan. Voor degene die het nog niet wisten, dit betreft een volledig elektrische scooter. De accu die erin zit, dat is een 48 volt 38 ampère uur. En de motor is een 1500 watt Segway motor. Waar zit de accu, wat is de laadtijd en hoeveel actieradius heeft hij? Daar straks meer informatie over. Wat wel heel leuk is, is dat je deze Segway gewoon kan activeren, bijvoorbeeld met je mobiel. Maar hij heeft dus ook Keyless Go en daar heb je deze tag voor nodig. En als backup kun je hem ook altijd gewoon nog activeren met de sleutel. En dat hebben ze heel erg leuk gedaan. Kleine demo, hij staat nu op slot. Als ik op het knopje druk, dan activeren we hem. En dan gaat hij dus ook automatisch van stuurslot af. En als ik dan weer het stuurtje naar links zet en ik ben er klaar met rijden en ik druk op de knop, dan gaat hij automatisch op stuurslot. En dat hebben ze wel heel erg mooi gemaakt. Aan de voorkant zien we LED-verlichting. Hebben ze heel erg leuk gedaan, weer heel vernieuwend. En als ik dan hier naar links doe, dan zien we hier de knipperlichten. Nou, aan de voorkant zien we een 12-inch voorwiel met een vrij grote schijfrem voor optimaal remvermogen. Nou, standaard zitten hier CST-banden onder. Die zijn wel wat gladder. Dus wij adviseren eventueel om er gelijk direct al wedderbanden onder te zetten. Voor de medepassagier hebben we een uitklapbare voetsteun. Nou, aan de achterkant zien we die 12-inch achterwiel. Daar zit de Segway motor in verwerkt met een dubbele achterschokbreker en ook nog een schijfrem aan de achterkant. Nou, die 1500 watt motor van Segway die geeft echt ruim voldoende vermogen. Zowel voor de 25 km versie als de 45 km versie. Het achterlicht van de Segway betreft een LED-verlichting. Nou, je raadt het al, het knipperlicht van de Segway is ook LED. En uiteraard de kentekenplaatverlichting is ook LED. Wat ik persoonlijk wel mooi vind, is dat het achterlicht een soort van zweeft. Wat je nog in de app kan aanpassen, is dat je het achterlicht breder en smaller kan maken. Hele leuke gadget. Ik weet niet of ik het een beetje kan laten zien. Ik doe even het knipperlicht uit. Maar we zien hier nu een smal achterlicht. En we kunnen er ook nog voor kiezen om deze twee lampjes te laten branden in de app. Hier links in de hoek zit nog een USB-aansluiting. Nou, wat ik al vertelde is dat je eigenlijk bijna alles kan doen met de Keyless Go afstandsbediening of met de app. Maar stel dat nou je accu leeg is, dan kan je hem altijd nog van stuurslot afhalen of je zadel open doen. Het zadel kan je op de volgende manier openen. Als je hier 2 keer drukt op het startknopje, dan opent het zadel en dan maakt hij ook een mooi geluidje. En dit kan je eventueel ook nog in de app doen. Nou, omdat die accu dus onder de treeplank zit, heb je gewoon een hele grote buddybak. Nou, en zelfs aan het sleuteldoosje van Segway, daar is aandacht aan besteed. Dit ziet er natuurlijk gewoon heel erg mooi uit. Bij de scooter zit nog een tweede Keyless Go kastje en ook nog een tweede sleutel. En we zien hier een hendel. Waar is die hendel voor? Met deze hendel open je zeg maar de treeplank en vervolgens kunnen we de accu eruit halen. De treeplank gaat er als volgt uit. Die til ik omhoog en voilà, hier zit de accu. Nou, de accu kan je er heel eenvoudig uithalen door gewoon deze stekker los te trekken en hem op te tillen. Verder zit hier nog een tussenschot.
Als je dat tussenschot eruit haalt, dan heb je nog ruimte om een tweede accu mee te nemen en daarover binnenkort meer informatie. Nou, ik kan die accu er dus gewoon eenvoudig uithalen en dan met de lader direct aan de accu laden. Of je kan hier het klepje openen en dan laak je de scooter op terwijl de accu erin zit. En dat zullen de meeste mensen gaan gebruiken. En hoe groot is die? Hij is bijna 1,90 meter lang. Maar ze hebben iets slims gedaan. De treeplank die ligt vrij laag. Ik ben 1,95 meter hoog. En zoals je kunt zien, gaat hij even bliepen naar me. Maar heb ik gewoon voldoende beenruimte. Ik heb nog een kleine uitspanning voor mijn voeten. Maar ja, dit gaat wel gewoon top. Ook zoals je kunt zien heb ik nog voldoende ruimte voor een gezellige medepassagier. En die kan zijn voeten kwijt. Hebben we natuurlijk al laten zien op die uitklapbare voetsteuntjes. Dus dat hebben ze prima gedaan. Kan je daar nog dingen opschroeven? Jazeker. We zullen het even inlinken. Maar je kan er bijvoorbeeld een windschermpje voor bestellen. We hebben nog een achterrekje. We hebben een soort van sissy bar met een kussentje erop. Dus er zijn al best wel wat leuke dingen beschikbaar. En ja, bekijk die ook lekker op de site als je dat leuk vindt. We hebben nog een leuke gadget om jullie te laten zien. Hebben ze ook nog een speciale anti-diefstalbeveiliging. Wat ik even doe, ik zet hem eventjes neer. Doe ik hem even niet op stuurslot. Maar ik druk hem nu met de sleutel op slot. Nou, stel dat hij nu op zijn standaard zou staan en je haalt hem van de standaard af en je probeert hem te stelen, ja, dan gaat hij wat grappigs doen. Moet ik heel even wachten. Gaan we het nu proberen. Voilà. Hij blokkeert het achterwiel en ja, dan moet ik hem echt gaan optillen. Dus het advies is wel altijd om hem op een kettingslot te zetten. Maar dit is grappig. Hij zegt eigenlijk van, laat me met rust. En dan komen we aan bij de twee meest gestelde vragen. Actieradius en laadtijd. Laten we beginnen met de laadtijd. Als je hem 80% wil laden, ben je ongeveer 4 uur kwijt. Om hem 100% te laden, tussen de 5 en de 6 uur. En dat is gewoon een prima laadtijd als we kijken naar de gemiddelde elektrische scooter. En dan de actieradius. De actieradius hebben we onderverdeeld in de 45 km editie en de 25 km editie. De 45 editie, op basis van klantervaringen, zit tussen de 45 en de 65 km actieradius. En de 25 versie tussen de 65 en de 85 km. Ook weer als we dit vergelijken met andere elektrische scooters en deze prijsklasse, ja, dan zit de Segway daar gewoon heel erg goed mee. Vonden jullie dit nou een leuke video? Schrijf even een leuke reactie voor ons. Volgende week maandag, 8 uur, weer een nieuwe video. Vergeet niet te abonneren op ons kanaal. Bij de 15.000 abonnees geven wij een splinter nieuwe scooter weg. Winactie zullen we even inlinken onder deze video. Tot volgende week maandag. Whatever happens doesn't matter, I know we can sort it out, Alpha and Omega.